mensen van IZMK, welkom dat jullie kijken naar een nieuwe video. Deze is terug een unboxing video, maar niet van een microfoon, maar van de Canon EOS 1200D. En die gaan we dus unboxen en dan zie ik jullie ik volgende shot. Dus mensen, dit is dus wat ik in promo heb kunnen kopen. Nou, natuurlijk koop ik in promo omdat ik anders veel geld moet uitgeven. Een batterij. Een statief. Die ik bij heb gekregen. Alleen, ik had al een statief. Juist gekocht. Dus veel heb ik er nu niet meer aan dat één statief. Want dat kan ik nog altijd gebruiken om deze camera op te zetten. Deze. En de andere statief kan ik voor deze camera opzetten. En ik ga beginnen met... Ja, we gaan eerst beginnen met het tasje, zou ik doen. Ja, dit is een standaard tasje. Gewoon, daar ga ik de camera in steken. En eens kijken of ik al een beetje kan fixen. Oké, ik heb even alle kabelingsjes van alle dozen eraf gehaald. En we gaan nu verder met, ja, deze tasje. Hey, deze heb ik nog niet gezien, dat wanneer... dat is handig voor de extra batterij. Dat is kei handig voor de extra batterij en voor de SD-kaart, dus chill. En voor de rest, ik heb de kaartjes er ondertussen ook al afgehaald. Een extra bandje, dus die kan ik ook gemakkelijk meenemen als we bijvoorbeeld pranks, die gaan er waarschijnlijk ook nog aankomen, maar dan met Robben en niet met Michiel. Dat is een nieuw lid, Robben. Robben is meer het pranker, dus dat kan ik ook meer filmen dan. Zo, dat is dus dit. Dan gaan we over naar het statief. Daar heb ik ook ondertussen alles al afgehaald. Dus ja, ik ken dat al. Ik heb nu de Hama Star 63. En dat kan 1,66 meter. En dit is de Hama Star 61. En die kan 1,55 meter. Dus ja, veel is daar nu ook niet zo aan. Ja, dat is gelijk. Ja, dat is juist hetzelfde. Ik zie dan een zakje erbij gekregen. En voor de rest, ja. Ik zal een keer... ik zal ze nu eens naast elkaar zetten. Kijk. Dit zijn de twee gevalletjes. Als jullie het kunnen zien. Deze is misschien ietsje kleiner. Ja. Kom op. Ja, zo. Deze is ietsje kleiner, maar ja, dan moet ik ermee. Ik kan er nog wel veel mee doen, maar voorlopig gaan we er nu niks mee doen. Dus gaan we over naar het SD-kaartje. Ik heb de Sandisk Extreme SD High Quality UHS-I kaart van 16 GB. Gekocht. Dat is een van de sterkste snelheden, 60 megabit per seconde. Ik kan dus 4 uur filmen, dus dat komt goed. In deze steekt nu maar een 8 gigabyte kaartje en dat is maar een ultra. En ik dacht, dit is een betere camera, dan koop ik een beter SD kaartje, dus ja. En dan, ja, we kunnen dat nu ook al doen. Even zo. Dat maar. Kijk, dus een mooi doosje voor de SD-kaart. En dit is dus de SD-kaart zelf. Dat is echt een zeer goede, een van de beste SD-kaartjes die je kunt hebben. Dus dit. Deze extra batterij, die is echt zeer belangrijk. Ja. Deze laat ik voorlopig in de hoes. Dus een batterij is een batterij. Veel kan ik er niet aan zeggen. Ah, die leg ik hierbij. Zo. En het is echt super warm, dus. En nu, mensen. Le moment suprême. Dit is dus de Canon EOS 1200D. Boekje met de app-instructie. Dus dit is de nieuwe versie van EOS, denk ik. En uitlegboekje Frans-Nederlands, denk ik. Nee, Duits. maar ze zullen wel waarschijnlijk andere talen. Dat zit echt in een verpakking met alles erop en eraan. Dan hier een dekseltje. Eens kijken of ik wat beter een beeld kan krijgen. Ja, zo. Ja, een dekseltje nog extra. Ja, hier ga ik zwart. Dus ja, deze om je nek of zo te dragen kan handig zijn. De stroomkabel voor de oplader. De opladers, dat is een joekel, een amai. Ik kan nu even mijn eigen stroomkabel die ik zelf gebruik voor die camera waar ik nu mee film. Dat is deze bakje. Daar zit wel een groot verschil in. Ook de dikte, die dikte is echt ook wel verschillend. Echt, hier is echt verschil in. Dat is niet normaal. Zo, ja, oplader dus. Dan, oh my god, de lens. De motherfucking lens. Een USB-kabel, zeer handig voor de video's op mijn computer te zetten. En dan gaan we nu naar het beestje. Naar het real beestje. Naar de Canon. Oh ja, hier zo. Oh. Dit is hem dus dan, mensen. De Canon EOS 1200D. Nu nog in alleen de body, maar... Wauw, mensen. Ah, hier moet ik dus de batterij insteken. Oh. Zo. Maar ik dacht dat ik een... Ah! Oh, en natuurlijk de batterij. Die was ik vergeten eruit te nemen. Het is goed dat ze... Nu zit er nog iets in. Eens kijken. Nee, dat is dus alles. Ja, ik ga kijken of ik alles in elkaar kan zetten en dan... nee, ik is zo. Ik ga even mijn camera op een andere plaats zetten, zo. En dan ga ik een keer kijken. Ik heb ook gehoord dat als je dit open doet, dat je moet oppassen dat er niet te veel stof... Hoho. Dat er niet te veel stof in mag komen, want dan gaat je niet zo goed beeld niet meer krijgen. Dus, ja mensen. Kunnen jullie hier het doorzien? Ah nee, logisch, die klep is ervoor. Ah, Quinten, jij bent dom. Dat heb ik nooit gezegd. Dit is dus de batterij, ja, logisch. Ik ga kijken of dat die al is opgeladen en ondertussen kan ik die dan opladen wanneer ik de camera zelf in elkaar steek. En dan ga ik een testvideo ook maken. Ik ga even de instructies lezen, want ja, ik weet maar nooit of dat ik hier ineens iets verkeerd doe of ja. Ah, er zitten verschillende boekjes in, twee cd's zelfs. Met muziek? Nee, ik denk niet met muziek. Een Canon Image Gateway boekje, allemaal acties, dingetjes. Dit is Duits, moet ik niet hebben. Dit is Nederlands, die moet ik wel hebben. Dus die ga ik eventjes lezen en dan zie ik jullie speed terug. A few inches later. Oké, mensen, ik heb nu dus de lens op de camera gekregen en nu kunnen jullie wel erdoor zien natuurlijk. En ik kan in en uit zoomen, dus... Dat klopt hier allemaal. Ik ga terug even deze kleppen. Deze was van de lens zelf. Deze was van de camera zelf. Die ga ik waarschijnlijk terug in de doos steken. En deze klep moet ik wat voortaan wat meer op de lens gaan zetten. Deze is een gewone standaard lens. Dus niks speciaals achter zoeken. Nu, mijn batterij is nog niet opgeladen. Dus ik ga even wachten tot die is opgeladen. En dan zie ik jullie straks terug. Zo mensen. Dit is even een testvideo van hoe goed de camera is. Deze, je zult dat wel zien, nu neem ik op met de Canon EOS. En met die dat ik nu opneem is met de Canon Powershot gewoon. Dus dit is ook ineens een test. Misschien kan ik even een toertje doen rond mijn setup bij mijn papa. En dan zie ik jullie zo meteen terug. Dus dit mensen is nu beeld dat jullie krijgen van mijn Canon EOS. En dit is ongeveer de setup bij mijn oma. Zoals jullie zien, het tweede beeldscherm stelt niet echt veel voor. De microfoon natuurlijk. Ik heb even mijn popfilter, mijn windkap eraf gehaald. Die ligt nu even onder mijn bureau. De headset, toetsenbord, iPod, van alles. En dan heb ik gewoon een bureaulamp en die wordt wel heel erg warm, maar die doet het echt fantastisch gewoon. Doe een blauw duimpje als je deze video leuk vond. Abonneer op ons kanaal om op de hoogte te zijn van al onze nieuwe video's. En laat een reactie achter voor dingen die wij nog moeten doen of zoiets. En nog één ding, de livestream 24 uur wordt waarschijnlijk verzet tot de 9e en de 10e. En als er echt nog problemen bij komen, denk ik dat we de livestream moeten doen de volgende vakantie. Want van de vakantie heb ik niet zoveel tijd en ik heb alleen 9 en 10 de tijd om iets te doen. En ja. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan tot de volgende keer. Doei!